Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een Vinted unboxing. Ik heb namelijk op Vinted wat kleren gekocht en die ga ik vandaag met jullie unboxen. Ik heb letterlijk net mijn laatste pakketje opgehaald. Die is volgens mij echt letterlijk een week of twee weken onderweg geweest. Het is echt insane hoe lang dat geduurd heeft. Maar ik kan nu de video gaan opnemen voor jullie. Ik heb hier mijn pakketjes. Ik heb drie dingen besteld. Ik heb schoenen besteld, een t-shirt besteld en een broek besteld. Gewoon een letterlijk een complete outfit eigenlijk. En dat zit als goed is, zit dat al hierin. Ik had zelfs vorige week nog, net voor het weekend, heb ik nog iets besteld op Vinted. Omdat het ene pakketje zo lang heeft geduurd, dacht ik van ja, ik wil eigenlijk die video gewoon onderhand opnemen, zeg maar. Want ik wil gewoon graag een beetje vooruit lopen. Maar ja, dat lukt nu dus niet. Dus ik neem deze video eigenlijk een beetje last minute op. Maar goed, ik heb eindelijk het pakketje binnengekregen. En het andere pakketje kreeg ik letterlijk net een melding. Toen ik terugkwam van het pakketje ophalen, kreeg ik letterlijk weer een melding van: je pakketje is op het afhaalpunt neergelegd. Ik dacht, serieus? Nog geen 5 minuten geleden ben ik daar letterlijk geweest. Maar goed, die haal ik dan morgen wel op. Want ik dacht, ja, ik ga nu niet meer langer wachten. Anders had ik wel veel pakketjes gehad. Maar ik denk dat we de pakketjes gaan openmaken. Niet te lang meer praten, maar gewoon open gaan maken. Ik ga denk ik als allereerste beginnen met het pakketje wat bovenop ligt. Dus we gaan het snel openmaken. Misschien kan ik het zo open krijgen. Ik hoop het een beetje van wel. Yes. Here we go. Wat zit hierin? Hier zit een broek in, zie ik al. Vinted is trouwens gewoon een webshop waar, of een webshop, een site waar je tweedehands kleren van iemand anders kunt overkopen. Is een beetje hetzelfde als kringloop, alleen van de kringloop weet je niet welke mensen het aan hebben gehad. En bij Vinted dus wel. Ik heb er volgens mij ooit 1 keer eerder een video van gemaakt, maar dat weet ik niet meer zeker. Of 2 keer. Maar in ieder geval, dat was echt alweer lang geleden. En ik dacht, ik maak daar gewoon weer eens een keer een video van. Maar goed, ik heb een broek besteld. Een soort trainingsbroek van Adidas. En ik hoop dat hij lang genoeg is. Al vind ik het ook niet heel erg als hij wat korter is. Ik heb hem in een maat XS. Dus ik hoop dat hij past. Ga ik hem even zo aan. Oh ja, ik denk wel dat hij past. Misschien dat hij nog wel een beetje kort is. Maar dat vind ik op zich ook niet heel erg. Hij is wel hoog. High-waisted. En zit hier van de zijkant zit hier een leuk wit patroontje op. Het merk is van Adidas. Er zitten ritsen in. Dat vond ik ook wel echt fijn. Dat er gewoon lekker ritsen in zitten. Ik kan wel alleen mijn telefoon niet in, maar dat maakt niet uit. Dus, ik heb een sportbroek van Adidas gekocht. En onderin, hier onderin, daar kun je ook met een ritje openmaken. Dus dan heb je een soort van flair-achtig iets. Nou ja, goed, ik zal hem daar even aantrekken. En ik was gewoon op zoek naar een fijne broek, maar geen jeansbroek. Ik vind soms jeansbroeken niet altijd even fijn. Al moet ik zeggen dat ik er nou wel een aan heb. Een soort van jeansbroek. Het is een groene broek. Maar ik vind niet altijd een jeansbroek fijn om aan te hebben. Tenminste de afgelopen zomer. Ik heb geen jeansbroek aan gehad. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een stoffenbroek. Heet het zoiets een stoffenbroek? Whatever. Die broekje laat ik dus aan het eind van de video ga ik je laten zien hoe dat hij eruit ziet. Als ik hem aan heb. Ik weet niet of het interessant is om te laten zien, maar ik zal het wel gewoon erin toevoegen aan het eind van het beeld. En dan heb ik nog een pakketje. En hier zit als goed de schoen in. Want dit pakketje heb ik letterlijk net opgehaald. Oké, dan ga ik hem even openmaken. Als dat lukt. Even aan de andere kant openmaken. Dat is wel goed dicht gemaakt, moet ik zeggen.
Oh, en mijn lange naald schiet ook niet echt op om zoiets open te maken. Mijn hemel. Jeetje zeg. Yes. Ik heb hem goed ingepakt. Daar zijn ze, de schoenen. Oeh, die zien er echt heel goed uit. Ik heb Skechers schoenen besteld voor eigenlijk tijdens het werken. Maar ik moet zeggen dat ze er wel verrekte goed uitzien. Die zijn volgens mij nog helemaal nieuw. Zelfs de onderkant is nog eigenlijk zowat niet gedragen. Ja, ik wilde eigenlijk een paar nieuwe werkschoenen hebben. Maar als ik dit nu zo zie, ja, normaal koop ik ze gewoon bij Van Haren, die Skechers. Skechers schoenen zijn echt heel erg fijn, vind ik zelf. Als ze een memory foam onderin hebben. Dat is gewoon echt super fijn. Ze heeft er zelfs hier papier in gedaan hier in de dingen. Die zien er echt goed uit. Die zijn volgens mij eigenlijk nog nooit echt gedragen. En dan hoop ik wel dat ik ze aan kan. Want het is maat 39. Ik heb bij mijn andere schoenen, mijn andere Skechers schoenen gekeken. En die heb ik allemaal maat 39. Maar eentje daarvan had ik maat 40. En ja, bij zo'n schoenen, gimpen, schoenen, sneakers, is altijd even de vraag of ik maat 39 of maat 40 heb. En hier heb ik natuurlijk ook nog de andere schoen. Die zien er echt goed uit. Die zijn nog helemaal niet gedragen, joh. Nee, dat merk ik ook aan de zool. Ja, ze zien er echt goed uit. Dus gewoon een paar schoenen. En ik dacht, omdat ik ze met het werken gewoon eigenlijk elke dag aan heb. En dan wissel ik wel af met mijn oude schoenen natuurlijk. Ik heb er wel 2 of 3 meer, paar meer. Maar ik wil gewoon niet elke dag dezelfde schoenen aan hebben tijdens het werken. En ik loop nou gewoon eenmaal veel. En ik zat te denken, zal ik ze nu weer opnieuw gaan halen bij Van Haren? Want normaal gesproken, zoals ik net al zei, haal ik mijn Skechers schoenen bij Van Haren. Dan ben je wel gauw 70, 80, 90 euro kwijt voor Skechers. En ik dacht, ik ga gewoon eens een keer op Vinted kijken of ze die daar ook hebben. En jawel. Ik zat al vertwijfeld tussen 2 paar schoenen, maar ik heb uiteindelijk voor deze gekozen. En ik zal ze dadelijk aantrekken. Wacht, ik kan ze nu wel even aantrekken. Om te kijken of de maat goed is. Want ik heb heel toevallig nu ook Skechers aan. Namelijk deze witte. Dat zijn ook Skechers. Ik ben echt... Dat zijn mijn favoriete schoenen eigenlijk, Skechers. Ik hoop zo dat ze passen. Ze passen wel. Ja, had misschien wel een maat 40 mogen hebben. Want ze zitten wel een klein beetje aan de strakke kant. Maar het gaat. Kijk, dat is altijd een nadeel bij schoenen. Als je ze online bestelt, dan kun je ze natuurlijk terugsturen. Maar dat kan dus nu niet. Want ik heb ze nu natuurlijk via Vinted gekocht. En omdat het een week geleden is geweest dat ik ze besteld heb en binnen heb gekregen, kan ik ze natuurlijk nu niet meer terugsturen. Maar ik denk wel dat het gaat op zich. Ja, ze zijn wel een beetje aan de kleine kant. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. En dan zien ze er zo uit. Oh, sorry. En mocht je het trouwens ook interessant vinden. Ik heb zelf ook namelijk mijn klerenkast uitgezocht. Het is al een hele tijd geleden dat ik dit daar gedaan heb. En ik moest het eigenlijk al lang op Vinted zetten. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat ik ook kleren op Vinted heb staan. Ik heb nog niet alles erop staan. Er komt nog meer op. Maar wil je eventueel kleren van mij kopen? Ik heb ze echt van een heel laag bedrag erop gezet. Behalve de nieuwe kleren, die heb ik wel iets hoger prijsje erop gezet. Daar zit er zelfs nog een kaartje aan. Maar de meeste kleren heb ik gewoon voor 1 of 2 euro erop gezet. Kijk gewoon op mijn Vinted account. Mocht je iets leuks ertussen hebben zien zitten, dan kun je het natuurlijk van mij overnemen. Dan ga ik nu door naar het laatste pakketje. Die heb ik letterlijk dus net opgehaald. En die ga ik dus nu ook openmaken.
En ik zou trouwens even het linkje van mij vindt het hieronder in de beschrijving zetten. Mocht je daar een kijkje willen nemen. Zo. Ja, daar zit dus het shirt in. Ik heb een shirt besteld. Dat was wel een beetje lastig om te zien op de afbeelding. Maar ik hoop dat ik hem wel leuk vind. Ja, hij is leuk. Tommy Jeans staat erop. Zo ziet het shirt eruit. Hij is wel gedragen, dat kan ik zien. Nummer. Maat XS. En ik hoop een klein beetje dat hij wel een beetje oversized is. Want daarvoor wilde ik hem eigenlijk. Hij zag er best wel groot uit, namelijk op de afbeelding. Hetgeen wat ik kon zien op de afbeelding, want ze had hem zelf niet aan. Wat ik dan wel weer jammer vind. Want zo kan je meer een beetje zien van hoe dat hij staat natuurlijk. Ja, dat is een beetje moeilijk te zien deze. Maar dit hoeft voor mij niet heel chic te zijn. Het is gewoon een lekker oversized shirt. Ja, ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd meer fan ben van oversized kleding shirts. En laatst had ik ook al een shirt via Shein besteld, oversized. De ene was wel oversized, de andere iets minder. Maar ik ben een beetje van het strakke shirtjes af. Is het een interessant verhaal? Ik heb geen idee. Ik ga hier natuurlijk nu, hier na dit clipje, zet ik eventjes, dan laat ik de spullen even zien die ik gekocht heb. Het shirtje, de broek en de schoenen. Dan laat ik het nu eventjes zien hoe dat het eruit ziet. En dan hoop ik dat je deze vintage unboxing video leuk vond om naar te kijken. Zo ja, doe een duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Is gratis en daar help je mij enorm mee. Dus alsjeblieft, abonneer je op mijn YouTube kanaal voor de support. Dus dankjewel daarvoor. En dan zie ik jou hopelijk de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!